Ons DNA wordt continu beschadigd. Door UV-straling en gifstoffen bijvoorbeeld. Gelukkig kan het DNA zichzelf ook repareren. De Jan Hoeijmakersgroep aan het Erasmus Medisch Centrum onderzoekt deze reparatieprocessen die impact blijken te hebben op zowel de ontwikkeling van kanker als op ouderdomsmechanismen. Ligt de sleutel tot een gezonde oude dag misschien op dit microniveau? In de loop van de 70e jaren, toen we al 15 jaar bezig waren met DNA-reparatieonderzoek, toen realiseerden we ons dat we nu een moleculaire benadering moesten gaan volgen. Ik heb een advertentie gezet, er kwamen 3 kandidaten op. Die hielden alle 3 een voordracht. En toen ik Jan 2 minuten had gehoord, dacht ik, die moet ik hebben. Ja, ik vind Jan een hele bijzondere wetenschapper. Heel excellent. Hij denkt heel helder en kan dat ook heel duidelijk anderen uitleggen. Hij is heel creatief en vaak heel onverwacht. Dat is ook zo leuk. Dan spreekt hij met medewerkers over proeven en dan komt hij ineens met een idee waarvan zo'n promovendus zegt, goh, ik heb nog nooit aan gedacht. Natuurlijk loop je er wel eens tegenaan als AIO, dat de dingen niet altijd gaan zoals je wil. Dat onderzoek er niet uitkomt wat je wil of dat iets niet loopt zoals je denkt dat het gaat. En ik kan daar nog wel eens een beetje mee zitten en dan weet ik niet zo goed hoe ik daarmee verder moet of wat ik hier nou daadwerkelijk aan heb. En als ik dan weer een keer met Jan gepraat heb, dan kom ik er altijd helemaal enthousiast weer naar buiten gelopen. Want Jan is gewoon altijd heel enthousiast over alles. Ook al is het niet wat je denkt of ook al komt er iets onverwachts uit, dan kan hij je daar nog heel enthousiast over zijn. En dat geeft hij ook door. Jan hadden we dus ingehuurd om de moleculair genetische benadering toe te passen in het DNA-reparatieonderzoek. En hij was er nog niet. Of binnen 4 jaar hadden we het eerste humane, menselijke gen gekloneerd, geïsoleerd, wat dus betrokken was in DNA-reparatie. Wat eerst ook in de wereld. Ja, dat was een doorbraak. Prachtig. Als we ouder worden, verandert er veel in ons lichaam. Bijvoorbeeld onze hersenen, stofwisseling en botten worden erdoor beïnvloed. De interdisciplinaire aanpak van het Hoeijmakerslab maakt het mogelijk ouderdomsgerelateerde ziektes zoals het Cocaïne-syndroom of TTD nauwgezet in kaart te brengen. Het laboratorium richt zich op fundamenteel moleculair genetisch onderzoek. En de vertaalslag van de bevindingen uit het lab naar medicijnen en behandelmethodes heeft Jan Hoeijmakers ondergebracht in DNH. Het muizen-DNA is grotendeels hetzelfde als het menselijk DNA. Dus je kunt een mutatie, een genetische verandering die voorkomt bij een patiënt, kun je nabootsen in een muis. En dan krijg je dus muizen die ook die ziekte hebben. Hij heeft dus ook muizen die, als ik het goed heb, al binnen 3 weken hele oude muizen zijn. Grijs. Dat bracht hem dus op het idee dat DNA-reparatie ook te maken heeft met veroudering. In zijn algemeenheid is het belangrijk om te begrijpen hoe dingen werken. Heel fundamenteel. Als je niet begrijpt hoe iets werkt, dan kan je er ook niks aan doen. Dus je moet eerst begrijpen hoe veroudering werkt en hoe de processen werken en wat voor moleculen daar een belangrijke rol in spelen voordat je überhaupt waar wat zou kunnen doen. De mechanismen die hij bezig is te onderzoeken, die zijn zo fundamenteel. En hij doet daar, ja, zo excellent werk aan. Hij, als ik hij zeg, is het altijd Jan met zijn medewerkers. Hè? De mensen een plezieriger oude dag geven. Zo drukt hij het altijd uit. De kwaliteit van het leven moet ik verhogen. En als ik dat dan vertaal als, oh, jij bent op zoek naar de eeuwige jeugdpil. En daar heb je dat bedrijfje voor opgericht. Nou, dan kun je me wel een beetje, soms wel een beetje boos krijgen. Want als het, als hij iets verafschuwt, dan is het commerciële bijbedoelingen van zijn werk. Daar is hij veel te zuiverd voor. Kijk, mensen leven niet oneindig en dat zal ook nooit kunnen natuurlijk. Maar je kan wel proberen om alle aspecten van de veroudering aan te pakken. En dus zorgen dat mensen, ja, gezonder oud kunnen worden. Wat hem werkelijk uniek maakt, denk ik, is dat hij zeker in relatie tot zijn zeer inspannende baan die hij heeft, dat hij werkelijk altijd, alle tijd van de wereld had. Nooit hebben we in al die jaren meegemaakt dat hij zei, ik heb ergens geen tijd voor. Hebben we eens begrepen dat zijn secretaresse hem op vakantie moet sturen, dat hij anders niet met vakantie zou gaan. Maar het is
in onze omgeving hier in het dorp is absoluut zeker dat het helpen van andere mensen gaat voor zijn werk. En daar heeft hij altijd tijd voor. En dat vind ik heel uniek. Het zou mij, maar dat is een hele gevaarlijke uitspraak, het zou mij niet verbazen als hij nog eens in aanmerking komt voor de Nobelprijs. Dus ik denk dat dat er misschien wel in zit. Dat zou ik ontzettend leuk vinden.